Alle kijkers van IMT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Halle, hallo. En vandaag zitten we in een geheel nieuw park. Ik weet eigenlijk niet hoe die precies heet. Hij heet Bubbly Bazaar. En de doelstelling deze keer is om in één maand tenminste 1000 euro aan de verkoop van eten, drinken en souvenirs te verdienen. Dus dat gaat ons al even wat tijd kosten, denk ik. Maar we hebben warme broodjes. Ja, oké. Maar we hebben in ieder geval behoorlijk wat uitbreidingsmogelijkheden, dus dat is wel fijn. We moeten gewoon zoveel mogelijk kraampjes maken, eigenlijk. In principe wel. We kunnen ook toegangsprijs geld vragen voor attracties. Oké, ik ga in ieder geval een kleine achtbaantje maken, denk ik. Want we hebben niet zoveel spannende doe maar attracties. Dus. Zeker wel spannende attracties, budget maximaal. Ik zet gewoon een junior achtbaantje neer ergens. Is het verstandig om junior is een andere soort achtbaan? Ja, er zijn kun je beter die klassieke mini-achtbaan doen, maar daar kun je een foto op laten maken. Oh, dat is de normale mini-achtbaan. En deze is al unlocked. Zo. Mark, woon lager, dat scheelt geld. Oké. Zoveel geld hebben we niet. Zo ongeveer. Nou gaat hij een aantal stukjes omhoog. Kan deze ook met. Kun je een campagne starten voor het park? Dat we wat meer bezoekers krijgen? Je doet maar. Oké. Oh, leuk. Via een netwerk. Desynchronisatie. Ja, ondertussen weten we dat wel. Ja. Oké. Nee, deze heeft geen fotogedeelte, zo te zien. Maar wel een turbo. Oh. Ik wil hem mooi op 20 euro zetten, maar mensen kopen die toch wel. Parapluën. Even kijken. Huh? Draaimolen. Nu al 78 bezoekers. Lekker. We hebben een herrie machine. Ah, de prachtige herriemachine. Nou, wat vind je van de achtbaan? Gezondheid. Ja, dank je. Ik help je alvast. Op 1 april. Haha, kikker in je bil. Wat krijgen we dan? Een spannende attractie. Ik hoop zo'n wc-ontstopper. Dat is wel een leuk idee. Even kijken welke pad ik hiernaast moet neerleggen. Ik wil weten hoe spannend die eigenlijk is. Dat wil ik even weten. Ik denk niet bepaald spannend, laat ik maar zeggen, maar. Nou, de spanning is om te snijden. Plezier waren, 4. Oké, dan kunnen we makkelijk 4 euro vragen. Ik zal wel 4,5. Nog wel 5 zelfs. Nou, 5,5 lukt er ook nog wel. Maar dan lukt 6 ook nog wel. Oh ja, het onderzoekbudget gelijk op het hoogste neergezet zo te zien. Dat is ook wel fijn. Ja. Zo, dikke voice crack had je volgens mij. Lukt 6,5 ook nog wel. Lukt 7 ook nog wel. Lukt 7,5 ook nog wel. Nou, zou ik maar alvast een beetje de lening af gaan betalen? Maar. Lukt 8,5 ook nog wel, er is 8 baan. 8,5 is te veel. 8. 8 euro voor een ritje.
Ja, dat kan. Oh, zo te zien hebben we ook gelijk geld allemaal te maken. Nou, dat betekent in ieder geval veel goed. Geen problemen met geld. Te weinig of zo. Maar wacht even, zullen we het even een campagne? Oké. Okay. Vind je dat een goed idee? Ja hoor. En houd ik wat geld over voor die 1 april namelijk. Ja, dat ga ik ook doen, want ik wil wel eens even weten wat voor een attractie het nou eigenlijk is. Het is een... Als goed is kunnen we het zien. Vliegend tapijt. Nou, die ga ik Oké, die doe ik altijd goed. Ja, die ga ik sowieso neerzetten. En dan gaat zo dadelijk regenen bij mij, dus dat zal goed inkomen leveren op onze... Maar moet bij mij gaan regenen? Ja, oké. Als het bij mij gaat regenen, dan plaats ik meer informatiekiosken en dan heb ik het game gewonnen. Nou. Waarom gaat mijn telefoon niet random af? Dat zal ik niet weten, dat zou jij moeten weten waarom. Oh, iemand van het projectgroepje gaat nog lekker door. Oh. Jongens, het is vakantie! Vakantie? Nou, ja. Dat niet bij mij, maar oké. Bij mij wel. Ik heb vakantie. Leuk. Hoe volgende week vrijdag een keertje weg? Naar school toe? En dan heb ik weer een week vrij. Ik heb een keer aftrap in die week ergens. En dan begint het ellende. Nou. Dan begint het moeilijkste semester van mijn studie. Rest in peace. Nou, ik ga zo lang die vliegende tapijt even plaatsen ergens. Dat heb jij helemaal goed. Ja, vliegende tapijt. Plaats hem, nu! Vliegen tapijt, ik kies jou! Nou, ik krijg al behoorlijk wat inkomens vanwege de... Hoeveel ja, maar dat telt niet, wat jij krijgt. Parapluutjes. Die inkomen van jou telt niet. Nee, oké, okay, dat wel. Prachtig. Nee, maar net niet, we hebben nergens prullenbakken. Dat is handig. Wijs jij de andere kant even op? Ja, oké, okay, die kant op. Oké. Okay. Nou, gaan we al beide bezig met de prullenbakken. Mark, moet je niet vergeten het vuilnis buiten te zetten, hè? Heel grappig. Weet je, dus dat doen we toch al. Prullenbakken staan toch buiten? Ik heb een kijkje de grap begreep, maar nee. Nee. Ik kan niet alles begrijpen, hè? Dat stelt echt heel zwaar teleur. Moet je een troostprijsje hebben? Wat? Een transparantje? Nee, een troostprijsje. En een hele grote zelfs. Oké, mooi even van die stenen banken neerzetten. Ook al weten ze toch altijd wel hoe ze die shit moeten slopen. Hij legt gewoon een atoombom eronder of zo. Sweet. Lijkt op. Maar die Achman, die levert echt geld op, jongen. En misschien dat we ze dan ook alvast even een aantal schoonmakers hierop moeten zetten. Want ze krijgen ze dan daar weer klaar mee. Omdat de overal weer. Maar daar hebben we geen geld voor. Vast wel. Nee. Nou, ik heb mijn pad mooi gedecoreerd. Ik ga wel wat meer klassieker aanpak. Oké, okay, wat is de volgende attractie die er komt? Nou, nog een spannende attractie. Ik, ja, oké. Okay. Ik sta nog gefocust daarop. Dus dat is helemaal... Ik hoop dat ze een PC ontstoppen eigenlijk. Geen idee, maar de vliegende tapijtje doet het goed. Hoeveel geld, heb je, hoeveel geld vraag je ervoor? 1,50. Je kunt er makkelijk 3,5 euro voor vragen. Ja, want ik las net berichten en die zeiden ze dat ze behoorlijk goedkoop vonden. Vind ik het eigenlijk gek? Nee. Je moet zo snel mogelijk geld verdienen, je moet het geld weg gaan geven. Nou, even gelijk die naam veranderen van vliegend tapijt 1 naar... Naar de piggy bank.
Nee, naar verticale draaimolen 5.0. Ik zeg maar gewoon 5.0, want ik weet ondertussen eigenlijk niet meer hoe. 4.0. Maakt niet uit, gewoon eentje overslaan. Maar ja, in Windows ook gedaan, Windows 8, Windows 10. Ja, oké. Okay. Maar ik vind het eigenlijk wel grappig dat ze die marktplaatsje wel gewoon hier al hebben. Hoeveel winst maken eigenlijk uit die marktkraam? Yes. 75. 76. Zie ik proberen een lening terug te betalen, heel toevallig? Ja. Dat zag ik. Kan lening niet terugbetalen. Zoals te zien heb jij dus niet genoeg geld. Maar ik dacht van, oh, we zitten aan de 1500, dan mag ik dat wel even terugbetalen. Nee, blijkbaar niet. Blijkbaar weigert de game gewoon, ook al heb ik volgens mij de hoeveelheid het Ik ben de host. Wat? Ik ben de host. Ah, oké. Okay. En als ik dus de host ben, kan ik bepalen wat er gebeurt. Dan doet de game dus automatisch. Maar de klassieke mini achtbaan, die doet het behoorlijk goed, vind je niet? Bij mij dan tenminste. Bij mij staat de hele wachtrij vol. Ja, oké, bij mij ook bijna. Nou, ik zal even als handje helpen, als u blaft. Dank u wel. Wat is de volgende spannende attractie? Een bewegingssimulator, want dat is niet zo spannend, vind ik. Ja, dat kan wel goed. Wow, ik vind dat niet bijna niks. Maar volgens mij is zoals Harry Inc. Ook best wel goed bezig. Niemand die gaat erin, dus ik denk dat je de prijs wel wat lager mag zetten of zo. Ik weet niet hoe je hem hoog je hebt. 1,50. Nou, dan moet het nog lager. Dat heb ik net gedaan. Ik vind het ook wel grappig, die mini-achtbaan die is eigenlijk gewoon in een soort van misvormde vierkant. Rechthoek, eigenlijk leren. Volgens mij is daar een naam voor zo'n vierkant. Er zitten toch gewoon al bijna aan de 360 bezoekers. Dat is best wel wat. Zoals te zien is wel te horen, is het hier op mee te neurieën. Dat komt door je herrie-machine. Ja, dat heb ik soms, hè. Zo. Lekker een voice crack eroverheen. Ik zag een ANWB-stelletje. Wat zeggen de mensen eigenlijk van een mini-achtbaan? Even zien. Geweldig, geweldig. Ik kan hem niet vinden. Eén iemand kan hem dus niet vinden. Nou, de bewegingssimulator is helemaal voor jou. Ik ben bezig om die achtbaan goed af te stellen. Met stadtijden. Ah. Nou, zal ik hem dan maar eens even neerplempen dan? Plof jij, stamp jij maar een keer uit de grond. Je kan gewoon een beetje zand wegvegen. Dat werkt ook goed, zeggen ze. Maar het is toch een en al zandpak. Eén grote kattenbak dus. Ja. Oh ja, lekker handig aan plek. Helemaal niet zoveel geld. Wacht even. We hebben al wel een plekje. Hier. Waar is hier? Even gewoon een paar stukjes verder. Ik heb er totaal niet geld voor. Hey, ik heb een mail dat een account van mij wat proberen te hacken. Och, dat is fijn. Iemand uit Japan of zoiets. Laat ze maar lekker hacken, dat boeit mij toch niks. Dat is letterlijk een fake account om te testen wat die service inhield. Oké.
dat is dat ding hek. Maar ik heb die prijs van Space Simulator allemaal ook gesmeten. Nee. Moet je echt gewoon, voordat ik hem open, moet je dat ook wel doen, Mark. Maar echt zo belangrijk. Ja, oké, okay, dat begrijp ik, maar ik dacht van de 2 euro zal wel genoeg zijn voor dat ding. Nee joh. Je weet dat je gewoon echt gewoon 4,5 euro voor zoiets vragen. Wanneer mensen uit de rij lopen, wordt het te duur. Ja, oké. Ik vraag nu al 5 euro voor dat ding. 5,5 willen ze al betalen. Nou, in ieder geval, nu dat iedereen nog bezig is met dat prijs mooi instellen, ga ik nu in ieder geval deze aflevering weer afsluiten. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later!